Goeiedag, ik ben Lars van der Zanden van Cisco Nederland en ga je wat vertellen over EnergyWise. Dit is een reeks van een aantal filmpjes waarin ik op een aantal onderdelen inga op de verschillende aspecten van EnergyWise. EnergyWise, zoals mogelijk wel bekend, is een techniek van Cisco om energie te kunnen meten op aangesloten apparatuur, PoE-devices bijvoorbeeld, en om deze aangesloten apparatuur ook te kunnen controleren aan en uitzetten van telefoons bijvoorbeeld. Eerste filmpje van vandaag ga ik in op domains en endpoints met Cisco EnergyWise. Een EnergyWise domein, waar bestaat dat nu uit? EnergyWise domein, dat zijn switches die samen één domein vormen waarin ze onderling met elkaar kunnen communiceren en informatie met elkaar uit kunnen wisselen. Deze devices, deze switches, zullen ook op het moment dat je een query vraagt aan een EnergyWise domein, zullen het ook als één geheel die informatie teruggeven. Energie die ik wil weten in een domein wordt door alle domeinleden teruggegeven, kan opgevraagd worden op elk domeinlid, maar is dus eigenlijk als één enkel punt te benaderen vanuit bijvoorbeeld een managementapplicatie. Als ik ga kijken hoe dat in elkaar zit, een EnergyWise domein, dan spreken we tussen de domeinleden van buren, ofwel neighbors in het Engels. En dat zijn dus naastgelegen switches. En hoe kunnen deze switches nu benaderd worden? Hoe kan ik een domein nu creëren? Nou, dat kan in eerste instantie door middel van CDP. CDP zie ik natuurlijk de naastgelegen buur. Maar ja, in een EnergyWise domein moet ik ook de rest van de buren zien te vinden. Nou, dat kan door middel van UDP. Of, als deze over een gerouteerde link zit, door middel van TCP. Deze laatste moet ik dan wel statisch ingeven. Verder heb ik, naast dat ik dus inderdaad buren heb, heb ik ook kinderen. Er is een parent-child relationship tussen de switches die het domein vormen en de aangesloten apparatuur. Zoals bijvoorbeeld een telefoon of een pc. En we zullen ook zien dat er in de toekomst veel meer apparatuur beschikbaar komt op als endpoint voor EnergyWise. Als ik kijk naar de EnergyWise endpoints, dan zijn het op dit moment voornamelijk PoE-devices, zoals telefoon, camera's, access points, eigenlijk alle apparatuur die op dit moment inderdaad PoE gevoed wordt. Maar ik kan ook denken aan niet IP gebaseerde apparatuur die door middel van een software development kit toch uiteindelijk de informatie terug kan voeden of door middel van een gateway. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs een PoE device te zijn. Het is echter wel zo dat op dit moment natuurlijk de PoE device het makkelijkst te managen zijn en het makkelijkst ook uit te lezen zijn. Als we gaan kijken hoe de energie, hoe ik die uit kan lezen en wat voor soort endpoint type ik heb, dan zie ik dat ik een consumer, een producer of een meter op dit moment kan onderscheiden. Nou, consumers, dat is makkelijk. Dat zijn natuurlijk alle aangesloten apparatuur. Een telefoon is een consumer, access point is een consumer, de switch zelf is een consumer. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld een power distribution unit, zoals die, daar zal ik ook iets later op terugkomen, zoals die ook tegenwoordig er zijn, waar de EnergyWise software development kit in zit, dat is een meter. Die meet van de aangesloten apparatuur op de power distribution unit, meet die ook de energie. En we hebben natuurlijk ook producers. Ja, dat kan bijvoorbeeld een UPS zijn, waarbij de energie gegenereerd wordt. Welke soorten security zijn er bij EnergyWise? EnergyWise
heeft eigenlijk op drie niveaus heeft die security. De eerste is natuurlijk de security tussen de domeinleden, tussen de verschillende switches. Die praten op een beveiligde manier met elkaar. We hebben de security naar de managementapplicatie toe. Vanuit een managementapplicatie heb je dus een beveiligde verbinding naar het domein toe, waarmee je dus je control messages en je queries kan uitvoeren. En we hebben vanuit het domein hebben we dus een beveiligde verbinding naar de endpoints, waarbij de communicatie tussen het domein en de endpoint ook beveiligd is. Als laatste wil ik nog even een bepaalde feature op de endpoints aanstippen. Dat als bijvoorbeeld een gesprek gedurende een of dat er een gesprek aanwezig is. En ja, ik zou bijvoorbeeld de telefoon of de poort waar de telefoon op zit uit willen schakelen en het device niveau 0 willen geven. Ja, dan zou het heel vervelend zijn als dat gesprek onderbroken werd. Wat er gebeurt is dat er een activity check zit in EnergyWise. Die kan zien of dat er een gesprek aanwezig is. En als er een gesprek aanwezig is, dan wordt dus een automatische shutdown van de poort of een automatische power level wordt dan tegengehouden. Omdat er een gesprek aanwezig is. Op het moment dat het gesprek afgelopen is, loopt een bepaalde timer, dan wordt weer gekeken van oké, zijn er nog voice pakketten, geen voice pakketten meer, dan kan de telefoon wel uitgeschakeld worden. En dit was het eerste filmpje over EnergyWise, waarin ik nu EnergyWise Domains en EnergyWise Endpoints heb besproken. Dankjewel.